Zingen wat niet meer direct op de beat gerelateerd is, maar wat eigenlijk los, een los ritme er bovenop is. Tijdsvakjes van ongeveer 7,5 seconden, op basis waarvan de muzikanten van Tetsepi gaan improviseren. Waar gaat de compositie over? Nou, dynamiek is daar heel belangrijk in. Een spanningsboog maken. Ja, je kunt cijfers gebruiken om ritmes aan te geven. Bijvoorbeeld denk aan de les van vorige keer, hè? Takita, Takadimi. Denk niet te letterlijk, want de muzikanten die het gaan spelen, die improviseren op basis van wat jullie hebben opgeschreven. Ja. Ik weet er nog niet.
Laat het spannend beginnen. Oké, cool. En je kan ook met de bas beginnen, van de baslijn. Ja, dat was het. Maar zeg maar, bedoel je hier dat ze steeds harder, dat ze daarop komen? Want dan gaat het heel zacht. De sax iets anders doen. Je wilt dat de sax gaan zingen? Ja. Nou, schrijf een tekst op die ze moeten zingen. Schrijf er vocals onder. Bro, het kan allemaal. Drie stemmen is iets. Hallo, hallo, hallo. Zo moet komen. Maar moet de drum dat doen? Ja, de drum moet zingen. Genoemd. En ga er niet weken over nadenken, vandaag ik wil eerst deze noot en dan wil ik die noot en dan moet er misschien dit ritmetje bij. We gaan het van de plekken meteen maken, bedenken en ook weer weggooien. Niet zo makkelijk. Kan je geen noten lezen of heb je niet een instrument waarmee je dat kan doen, kan je toch met elkaar muziek maken op een hele leuke manier. Wat even belangrijk is, dat chaos betekent niet gestructureerd. Dat betekent dat je niet een ritmetje achter elkaar moet spelen. Je hebt geen herhaling. Dus chaos is natuurlijk rommelig. Ha! Ja, maar je was net op. En dan ga je iets bijspelen bij dat ritme wat complementair is. Wat erbij past, maar niet per se hetzelfde is. Maar je hebt het gevoel van, oh, daar zit nog een stukje ruimte en daar ga ik een ritmetje in passen. Oh.